Grote Vriendelijke Reus, een heel leuk boek van Roald Dahl. Het gaat over een meisje dat in een weeshuis woont. Dan ontdekt ze een reus. Die reus neemt haar mee. En dan komen ze in een soort moerassig gebied waar dan ook heel veel andere reuzen wonen. En die willen kinderen alleen maar opeten. Dan gaan ze naar het koninginnenhuis en dan gaan ze proberen een plan te maken zodat het ophoudt. En ik vind het gewoon een heel leuk boek omdat er zit veel spanning in. Maar er zitten ook hele grappige stukken in. Dat alle reuzen slapend worden opgetild of grote vriendelijke reus glijdt volgens mij ergens ook uit.